allemaal hartelijk welkom. Op de vroege morgen, het is nog maar net licht. Dus uniek, denk ik, vanochtend. Want we leven toch een beetje in een tijd van een beetje minder, bezuinigen. En dit is een extraatje. Ik vind overigens geen luxe, geen extra, want het is een noodzakelijk iets. Zowel Ed Teleur, maar Jan zal dadelijk zelf iets te zeggen, maar ook Sundert leeft heel lang de wens om een verbinding te hebben met Ed Teleur. En vanuit Sundert, Rijsbergen, Ed Teleur. Ik hoop dat hij de komende jaren goed vol gaat zitten. Want zoals jullie weten, het is een proefjaar. Ik ben ook enorm trots dat jullie met zoveel vrijwilligers zijn. Want dat is denk ik het unieke aan dit project. Het is natuurlijk niet zo vanzelfsprekend dat je zoveel vrijwilligers krijgt voor een nieuw initiatief. Geweldig. Jullie gaan het maken. Jullie moeten het doen. Als ik ook voor Jan mag praten, daar zijn wij als gemeentebesturen heel trots op dat jullie daar invulling aan gaan geven. De dokterspost, maar ook het winkelcentrum wat in deze kernen goed wordt bezocht. Dus heel blij dat we nu uiteindelijk dit feestelijk moment hebben. Heel blij vanuit Ed Teleur dat de bus Sundert, Rijsbergen, Ed Teleur gaat rijden. Dat zou erop wijzen dat we maar een paar haltes hebben. Nee, we hebben een ruim aantal haltes onderweg. En als er nog iemand op een stuk staat tussen Rijsbergen en Ed Teleur waar geen halte is en die steekt zijn hand op en de verkeersomstandigheden staan er toe, wordt er toch gestopt. Dus wij proberen zoveel mogelijk passagiers binnen te krijgen. En dat is ook om te laten zien dat het aan een behoefte voldoet. Het eerste jaar hebben we het hardste nodig om aan te tonen dat die blijft lopen. Maar niet alleen voor het eerste jaar. Ik hoop dat het voor de lange duur een goede voorziening is voor de gemeente Sundert en de gemeente Ed Teleur. En dat we zo van elkaars voorzieningen gebruik kunnen maken. En ook de economie van elkaars dorpen versterken. Jullie allemaal als vrijwilligers, hartelijk dank dat je het wilt doen. En heel veel succes. Goeiedag, mijn naam is Jacques van Vught. Ik ben manager buurtbussen bij Veolia Transport Brabant. Wij zijn zojuist getuige geweest van de eerste rit Sundert, Rijsbergen, Ed Teleur. Een project wat opgestart is en begeleid gaat worden door vrijwilligers. In totaal 23 mensen die dat op zich nemen. De gemeente is bedankt voor de inzet. En zeker de mensen die van begin af aan betrokken zijn bij dit traject. Wij gaan ermee beginnen en wij gaan er een succes van maken. Ik ben Ad Bastiaans. Ik heb mezelf aangemeld voor de ZRE, de bus die gaat rijden tussen Sundert, Rijsbergen en Ed Teleur. Goedemorgen. Goedemorgen. Ed Teleur. Hallo. Welkom. We starten iedere ochtend om 7:30 en dan rijden we vanaf het Oranjeplein, de Molenstraat, de Antwerpseweg en dan hebben we de reguliere stopplaatsen, de Gommelstraat in en dan stoppen we bij Rijserf en dan via de Ettenseweg rijden we door naar Schoonhout, stoppen we bij de Polykliniek. En dan draaien wij de polykliniek om en dan rijden we naar het centrum, bij het winkelcentrum. Daar stoppen we. Dat is het eindpunt. En deze week is het gratis meerijden.